zeg maar, op de rand van het gebied waar het goed is, naar het zuiden en dan het zuidwesten en zuidoostenberg. Nou, we komen allemaal uit dezelfde richting vanuit het oosten terug. Zijn er vragen over de hele biologie van Chili? Zijn er... Hoe sterk ben je? Oh, zo. Oh ja, we gingen even... Ziet er mooi uit. Je bugwipers proberen, hè? Ja, toch? Hey, vlieg je mee? Jazeker. Tevreden? Jazeker. Oké. Ja. Hoeveelste plek? Eerste. Ga je dat consolideren? Dat is wel de bedoeling, ja. Lastig nog. Moet wel blijven werken. Dubbel ophaler, meneer. Ja? Dat zegt wel iets over jouw kwaliteiten. Nee. Wist ik veel wat het NK was op het moment dat ik DWO'er was. Het is moeilijk te zeggen hoor. Het is gewoon een week lang vliegen zonder zorgen, zou ik zeggen. Je krijgt een kistje mee, je kunt echt vliegen als het lekker weer is. Er worden opdrachten voor je uitgezet. Een beetje competitief. Allemaal leuke mensen op het vliegveld. De hele dag. Ja, dat is gewoon leuk. Het is gewoon vakantie. Het is gewoon zweefvliegvakantie eigenlijk. Ik denk dat er nooit een moment, als een zweefvlieger zegt, ik kan zweefvliegen en ben er, zeg maar, geloof ik niet. Geloof ik niet. Ik denk dat je altijd wel een stapje verder en je kunt altijd verbeteren. Je kunt altijd iets nieuws leren. Je kunt altijd een nieuwe uitdagingen zoeken. Zweefvliegen zonder ophalen. Zonder supportteam. Nou, er is niks aan natuurlijk. Nou, even met een motor. Hoe werkt teamvliegen? Waarom ga je teamvliegen? Want je bent uiteindelijk elkaars concurrent. Nou, we zijn elkaars concurrent in deze wedstrijd. Maar uiteindelijk gaan we samen met... Maurits gaat ook nog. Maar we gaan met z'n drieën naar het WK. Junior WK in Tabor. En daar is de landencup toch wel echt het belangrijkste. Het is ultiem belangrijk. Iedereen werkt gewoon... Elk land werkt met het land samen. En uiteindelijk is het belangrijkste. Zo'n indikker. Kun je voor een leek even vertellen wat indikken is? Indikken betekent de kisten een beetje meer achter elkaar zetten. Dichterbij. Mooie zonnebril. Zeker, dankjewel. We hebben nog veel vetter. Kijk. Niks. Maar hij heeft geen ophaler, hè? Hij heeft een tophaler. Eerlijke strijd is het mooiste. Eerlijke strijd is het mooiste. Ik vind dat mensen soms ook een hele mooie zonnebril hebben. Ja, klopt. Alleen de laatste dag eergisteren. Heb ik me helaas vergalopeerd in het laatste deel van de vlucht. Al met al tevreden en we komen nog hele mooie dagen nog aan hier. De andere dag kan het omgedraaid zijn, maar we gaan natuurlijk wel ons best doen. Dus we gaan proberen het zo te houden. Ja, steeds beter. Welke plek? Derde nu. Er zit nog ruimte in? Ja, zeker. Dus, ja, zeker. Die man doet alles, ik hoef alleen maar... Ik doe gewoon mijn ding, poetsen, neerzetten. Dat is ook wel een relaxed. De vraag heb ik al eerder gesteld vandaag. Wat is zweefvliegen zonder ophalen? Niks, dat is een ramp. Veel te veel werk. Veel te veel werk. Wat is zweefvliegen zonder ophalen? Eindelijk rust. Zijn moeder kan hem niet vinden, nou. Ja, zijn moeder is een haar. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag. Wat is zweefvliegen zonder ophalen? Ik denk net als een eitje zonder zout. Ah, oké. Okay. Is he flying? Yes. Is he doing good? Very good. And you're his retriever? Oh, yeah. We are the golden retriever. Yeah. I have a baby inside. Boy. Glider pilot. Future glider pilot. I'm going to be a... Why friend. Can a girl not be a glider pilot? Come on. What is that? Of course, because of daddy. Plaats sta je nu? 1. En ga je dat consolideren? Ik doe dat wel best voor zo. Toch? Mensen van die hele mooie zonnebrillen hebben. Hij is te kopen. Ja, ik ben een van de deelnemers. Ik kan er ook niks aan doen. Okay, welke kist? De Triple Zulu. De 20 meter klasse. En waar sta je in het klassement? Nou, heel simpel, de laatste. Ja, maar dan is er ruimte voor verbetering. Ja, alles zal wel moeten. We hebben dag 3 hebben we 3 seconden een bochtje te veel gedraaid. En dat betekent automatisch dat je dan een buitenlanding hebt gemaakt. Ik zie iemand die heeft gewoon een ultieme ophaalcrew. Ja, precies. Twee dames. Goed man. Goed hè? Ja. Wat is zweefvliegen zonder ophalers? We staan niet. Wat is zweefvliegen zonder ophalers? Ja,
Een hele saai. Een hele, heel, heel saai. Ik kan nog 8 plekken verbeteren. Zo gaat het. Looking on the bright side of life, Echo 9000.